ben historicus van huis uit, sociaal-economisch historicus. Mijn vorige baan was directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Prachtig instituut in Amsterdam. Wereldwijd bekend ook. En daarvoor, dat was van 2004 tot 2012, was ik directeur van het Huygens ING, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En vanuit de geschiedenis kom ik nu in de data terecht. En dat is op zich niet zo gek, want als sociaal-economisch historicus ben ik eigenlijk mijn hele leven lang met data bezig geweest. Wat mij vooral opviel aan Dans was dat er 60 heel gemotiveerde en deskundige medewerkers zijn. En voor een instituut als Dans is dat belangrijk, want de kwaliteit van de diensten wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Verder is Dans, zo viel mij ook op, een grote generieke speler in het landschap. Met meer dan 60 medewerkers, 150.000 datasets, springen we er echt uit. Zelfs op Europees niveau zijn we groot. We zijn ook heel internationaal actief, wat natuurlijk fantastisch is. We zijn echt een groot internationale speler. Maar we hebben ons niet zo heel erg bemoeid met het nationale datalandschap. Misschien zouden we daar ook wat meer aan moeten doen. En het laatste wat mij trof was dat Dans wel heel erg veel activiteiten aan zich getrokken heeft. Heel divers, heel veel. Dat maakte ook dat de focus misschien een beetje verdwenen is. Dat het niet helemaal duidelijk meer is wat Dans precies voor is of was. Het wordt tijd om daar eens goed naar te kijken en misschien wat meer focus aan te brengen in het geheel. Het Nederlandse datalandschap is op een heel natuurlijke manier gegroeid en ik denk dat het goed is. Het komt omdat al die initiatieven voor data-instellingen, voor repositories, zijn gewoon vanuit het onderzoek voortgekomen. En zijn ook heel gericht op bepaalde onderzoeksdisciplines en onderzoekdomeinen. En dat is ook belangrijk, want het verschilt ontzettend hoe verschillende wetenschappelijke domeinen met data omgaan. Dus ik denk dat diverse datalandschappen, dat is een natuurlijke zaak. En dat moeten we vooral zo houden, want data en onderzoek horen bij elkaar, moeten dicht bij elkaar blijven. Maar dat maakt wel dat we ook verbinding moeten zoeken in het landschap. Want er zijn natuurlijk allerlei trends gaande naar meer thematisch onderzoek. Je ziet het bijvoorbeeld in de Nationale Wetenschapsagenda, in de topsectoren. Het onderzoek wordt thematisch, het is gericht op grote maatschappelijke problemen. En het betekent dat verschillende disciplines samen moeten werken. Het betekent dus ook dat de datasets uit verschillende disciplines bij elkaar moeten komen en met elkaar verbonden moeten worden. Het betekent dat je er afspraken over moet maken. Dus we moeten op een of andere manier dat landschap bij elkaar zien te brengen en meer samenwerking tot stand brengen, meer afstemming tot stand brengen. En dat betekent dat je eigenlijk een netwerk moet vormen. Een soort netwerkorganisatie waarin dataorganisaties als Dans en andere afspraken maken en ervoor zorgen dat data met elkaar verbonden worden. Je kunt dat datalandschap eigenlijk in drie lagen verdelen. Je hebt de laag die heel dicht bij de onderzoekers zitten, de lokale Digital Competence Centers, de DCC's. Dat is een soort eerste lijn die heel belangrijk is in Nederland, zit bij de universiteiten. Je hebt de tweede lijn van wat je thematische DCC's kan noemen. Dat zijn de repositories die echt op bepaalde disciplines zitten. En je hebt de derde laag, de grote nationale instituten als Dans, het eSign Center, SURF, zeg maar. En ik denk dat deze laatste drie instellingen heel erg belangrijk kunnen zijn in het samenbrengen van het landschap. Die hebben de menskracht om dat te kunnen doen. Ze hebben de expertise om dat te kunnen doen. En Dans wil zeker die expertise die wij hebben inzetten om meer samenwerking te bereiken in het landschap. Verder is Dans natuurlijk gewoon een repository. Data komen naar ons toe. Wij zorgen ervoor dat we een nieuwe technische omgeving neerzetten die ook maakt dat Dans heel goed aansluit bij verschillende onderzoeksdisciplines. En de infrastructuren die daarin gebruikt worden, de virtual research environments.
En ja, we hebben heel veel expertise. Dus we noemen ons een nationaal expertisecentrum. En ja, we hebben ongeveer 20, 30 experts in huis. Expertise hebben we opgedaan in allerlei Europese projecten. Daar blijven we ook mee doorgaan. En we proberen wat we daar oppikken, wat we daar leren, proberen we ook echt op nationaal niveau weer uit te dragen. Ook in trainingen, ook in consultancy en dat soort dingen. Dit programma hebben we dus samen met alle medewerkers zitten te maken de afgelopen zomer. Iedereen heeft er inbreng in gehad, iedereen staat er ook achter. En niet alleen de medewerkers staan erachter, maar ook KNW en NWO, onze moederinstellingen, die staan daarachter. Dus ja, dat geeft gewoon een goed gevoel. En we gaan er dan ook voor met z'n allen de komende jaren. En we hebben er heel veel zin in.